De politie heeft woensdag 470 wietplanten aangetroffen in een woning boven een winkelpand aan de Oude Straat. Dinsdagavond werd er al uitgebreid gezocht in de Oude Straat, maar woensdagochtend werd duidelijk waar de plantage zat. In een woning met de ingang aan de Koldenhovensteeg. De politie vermoedde al langer dat er ergens een plantage zat en ook bewoners roken af en toe een wietlucht. De bewoner is aangehouden, alle apparatuur en planten zijn in beslag genomen. De wiet is ter plekke vernietigd. Uit onderzoek blijkt dat de stroom is afgetapt. De energieleverancier gaat een naheffing opleggen. Per januari dit jaar wordt wietteelt en dealen harder aangepakt. Tegenwoordig gaat een bedrijfspand meteen op slot. Wat dit betekent voor de zaak aan de Oude Straat is op dit moment nog niet duidelijk.